Goedemiddag, het is lekker weer en er komen veel mensen van het strand. Deze mensen komen zo uit de Arriva stopterrein en zullen bij u instappen. Vertrek daarom iets later dan gebruikelijk. Rij naar Dommendingen Centraal, maak je kop en vertrek daarna naar Dommendingen Zuid. Stop onderweg op alle stations. Ik hoor van alles. Party time! Oh, daar Riva komt net binnen. Maar dit is Swalihoek. Oelala. Daar is nog niet heel erg veel. Dan hebben we de gamma, mocht je nog wat nodig hebben. Nou, wij gaan zo meteen onderweg. Nou, hoe ziet de route eruit? Hier is Swalihoek. We hebben hier nog in het noorden hebben wij de grote haven. En we gaan over deze hele lijn naar Dommendingen Centraal en vervolgens helemaal naar het zuiden, naar Dommendingen Zuid. En is Victor nog aanwezig? 1602. Ondertussen mogen wij vertrekken. Je zei dat je geen Valhennes had. Ja, ik heb ze niet van Steam. Ik heb ze wel van Virtual Railroads. Ik kan wel eens even kijken voor jouw kop lopen. DH Logistics. Grijs, blauw en bruin en rood, zo te zien. En de 16. Leugens. Nou, daar is dus een spoor richting het strand. Hier aan de linkerkant. En we mogen ondertussen door naar 130. Dubbelspoor, wat enkelspoor.
Zo. Ik zou zeggen, welkom op de camping. De camping naast het spoor. Zo even die aan. Een zeer mooi spoorbrug. En dat zijn een hoop mensen. Ik zou zeggen, nog een party. Mijn god zeg. Nou, en hebben we weer dubbelspoor hier. Dance Riot. Het is de mosh pit of zoiets. Zo hard. Op 100, precies wanneer het bordje er is. Zo. Hey David, goedenavond. Welkom. En we komen aan op Domme Dingen Kraver. Lokom, donderdag hebben ze de laatste trein gereden. Oh, is gaan ze HSL achterna? En dan komt de firm voorbij rijden op hoge snelheid. Het was iets Energetic Shadow, bedankt dat hij er was en tot de volgende keer.
Vechtal, Lijn en Hype. Ja, dit is wat ook, zeg maar, ook ongeveer op de Sintus-trein komt, op de Sintus-flirt. Zover ik heb gehoord, de silhouetten van de mensen die zijn verplicht door de provincie zelf. Nou, we gaan nog heel even genieten van hier. Workeldam Airport. Het is even een beetje de limbo even doen hier. Maar ik moet zeggen, het ziet er erg mooi uit. Ik zou hier best wel willen wonen in het huisje hiernaast, in een van de woningen. Ja, dat vind ik ook. Ze moeten gewoon één. Het is toch één kaart voor het openbaar vervoer. Dus één keer inchecken naar uitchecken. Oh, ze gaan hier wat aanleggen aan de zijkant van de weg. Dan gaan ze een weg aanleggen of extra sporen. Ja, het is een weg zo te zien. Kijk, echt typisch Hollands, hè? Molen. Tractie uit. Even wachten tot we er voorbij zijn en dan mogen wij weer gaan. Voor heel even. Dus gaan we weer afremmen. Dan komen we aan in Dommerdingen Centraal. Nog wat plantenkastjes. Deze mag trouwens even uit. Nou, moeten we terug naar 40. Jon, bedankt dat je er was. Tot de volgende keer. En nog een fijne avond.
Zo. Maar ook met al dit al dat bovenleidingwerk hier. Dat moet een nachtmerrie zijn geweest om aan te leggen. Kijk, Intercity direct met de 4 aan rijtuigen. Nou, welkom in Dombedingen Centraal. Zijn we ietsjes later dan gepland. Neemt wat FPS in hier, maar op dit moment. Maar welkom in Dommerdingen Centraal. Neem een koploper. Oh, een trein. Niet met een driver, helaas. En een ICE. Met een werkende wasstraat. We zeggen, ziet er wel leuk uit zo. Even kijken, zijn de lampen al aan? Ja. Dan gaan we hier al weg naar Dommerdingen Stadspark. Maar ik moet zeggen, het stuk dat we tot nu toe hebben gereden is een zeer mooi stuk. Het is ook mooi gebouwd en goed aangekleed. Als je het leuk vindt, mag je straks nog even een haven gaan spieken. Nou, dat zullen we dan zo meteen doen. Maar ja, ik blijf maar zeggen, je moet maar geduld hebben voor het voor al deze bovenleidingen. Ja, ik ga er zo meteen even in. Ik denk dat ik er zo meteen even in ga via de editor even. Kijk, de benen aan. We mogen iets optrekken. Rangeerterrein. Mooi groot rangeerterrein met
Zeker een variatie aan het terrein. Je hebt Vechdallijnen, nog een Virm en de Mat 64. Op Des Hollands blijft de Mat 64 diensten doen. En een hele hoop. ISS ook al ben bezig geweest. Nou, wij duiken soms in de tunnel in. Maar eerst nog even genieten van deze hier. De Mat 64 zat er naar de sloop. Nou, mogen ze in maximaal 100. Buitensporen zijn 140. Maar ook de bovenleiding hier is ook zeer netjes aangelegd. De tunnel, pitch black, electric dark. Samson? Is dat voor zeker in de kruidenreden van PC-voorraad met 20 euro inhoud. Wens je nog een prettige avond. Nou, bedankt dat hij er was, Samson, en tot de volgende keer. Nog een fijne avond. Goedenavond Pascal, welkom. Nou, Domberdingen Stadspark, een ondergrondstation. Sprinten naar Hondenmeer via Domberdingen, Vogelbuurt, Zuid, Veldorp en Effold. Nou, we gaan tot Domberdingen Zuid. Frank is mee. Als hij op school kan, gratis, dan anders met een 100 dag kaart van 3 euro. Dubbele Vechdallijnen.
Gerber, bedankt dat je er was en tot de volgende keer. En kijk ze zo meteen en daarna slaap lekker natuurlijk. Dan komen we aan in Domme Dingen Vogelbuurt. Koploper, ik heb het gezien. Ik ga hem zo meteen even erop zetten. Geen garantie dat alles werkt, maar het zou maar goed moeten zijn. Oké, nou, we zullen het zo meteen zien. Dan haal ik er zo meteen even snel even door RW-tools heen. Welkom in de vogelbuurt. Galmt weer een beetje. De mensen die nog aanwezig zijn, naar alle waarschijnlijkheid zal komende week de route uitkomen. Ik durf het nog niet met 100% te garanderen, maar daar lijkt het wel op. En wij mogen gaan. Dan is er in ieder geval wel iets met Oldenzaal in Train Simulator. Maar ook hier met het spoor, zeg maar, wat bij de stations doorgaat. Een soort express tunnel. Maar dat is ook zeer mooi aangelegd, want we gingen erin in het middenspoor en we komen eruit aan de zijkant. Marcus route Greekessen, Owens route Greekessen. En dan gaat net de Intercity de tunnel in. Dan komen we aan in Domme Dingen Zuid. Het eindpunt van deze trein. En het eindpunt van deze preview. Oh, moeten ze natuurlijk wel afremmen. Ik dacht dat die lang was. Oh, dat was ook weer niet de bedoeling. Dat was ietsjes te gretig. Kijk eens, er komt net nog een IC langs. Ik bedoel deze, Daan? Wel in het spiegelbeeld zo te zien.
gezien ze dan zijn reactie. Dan time-out. Mijn collega zal de dienst van je overnemen en de trein verder rijden naar Hondenmeer. Fijne dag. Nou. Oké, nou, we hebben een lock-on hier. Nou, we zitten ook al in de haven. Een selectie locks en hier zal Victor ook weer blij mee zijn. Alleen op een of andere manier hier met logotjes. De lock-on. Nou, dan hebben we hier wat meer sporen. En natuurlijk een haven met een boot. Grote zout- en zandopslag, kolenopslag of steenopslag, ik weet niet wat het is wat dat witte is. Nee. Green cargo. Autohaven of een autoterminal. Volpak. Nou, ik moet zeggen, Victor is hier hoofdmachinist. Hoofdrangeerder. Nou, dit was de haven. Met nog een klein stationnetje. En hier gaan wij weer richting Zwaluwhoek. Oh, ophaalbrug. Nog een molen erbij. Oh, daar is helemaal niks nog. Dan hebben we hier Zwaluwhoek buiten. Wat het enkel spoor. En komen wij weer uit in Zwaluwhoek.
Overlord Lords,